Servieswinkel Polman vertrekt na 75 jaar uit haar pand op de hoek van de Vijzelstraat en de Bakkerstraat. RTV Arnhem vroeg naar de oorzaken. Ja, we hebben besloten om te gaan verhuizen naar de Zeven Straatjes. En dat is omdat we denken dat we daar meer toekomstbestendig zijn en ons beter kunnen aanpassen aan wat de klant tegenwoordig vraagt van een winkel. Op deze locatie kon dat niet meer? Nee, dit pand is, horen we vaak van klanten, heel erg mooi. En dat vinden wij ook. Maar het is niet zo efficiënt, omdat we heel veel verschillende etages hebben. En het is groot. En daardoor zorgt het voor hoge kosten. En kunnen we het niet efficiënt inrichten. En in ons nieuwe pand is het één grote ruimte. En kunnen we dus veel beter onze ruimte benutten. Het nieuwe pand is in de Kerkstraat. En dat is op dit moment ons magazijn van de winkel en dat gaan we verbouwen tot winkelruimte. We zitten hier inderdaad al 75 jaar. We zijn hier aan het einde van de oorlog gekomen omdat ons originele pand plat was gebombardeerd. En een beslissing om weg te gaan uit de Hoofdstraat neem je niet zomaar. Maar dus dat was echt wel eventjes goed nadenken en bedenken van wat willen we met de winkel? Hoe zorgen we ervoor dat we over 30 jaar nog steeds bestaan? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat kan in de Kerkstraat. Ja, we hebben er heel veel zin in. Een hele leuke nieuwe uitdaging waarin we kunnen inspelen op de nieuwe veranderingen, de nieuwe vragen en meer beleving meer van deze tijd worden. Ja, de klanten zijn best wel verbaasd, verrast. Ze zeggen, gaan jullie echt verhuizen? Maar dan leggen we uit waarom we naar de Kerkstraat gaan. Omdat daar meer zelfstandigen zijn, meer specialisten. Dus daar horen we gewoon heel erg thuis. En daar willen we graag naartoe. Ja, we gaan ons in 2016 gaan we daar naartoe. En uiterlijk 1 mei 2016 gaan we verhuizen. Denk je dan ook nog wel dat je het juiste publiek blijft trekken? Ja, juist omdat er dezelfde soort winkels zitten. En wij denken meer dezelfde soort klanten hebben die op zoek zijn naar iets unieks, naar beleving. Iets wat ze in de Hoofdstraat niet vinden. Nou ja, een verbetering waardoor we klaar zijn voor de toekomst en daarop in kunnen spelen. En je kan wel zeggen van we zitten al 75 jaar in de Hoofdstraat, dus we blijven hier lekker zitten en we houden onze oogkleppen op. Maar het is belangrijk om als winkel mee te gaan met je tijd en dat kunnen we op deze manier doen. En je krijgt zelf ook een nieuwe functie? Een beetje wel. Want het bedrijf is nu nog van mijn schoonouders. En straks ga ik samen met Nick, mijn man, die is de vierde generatie, gaan we het overnemen. En dus de nieuwe winkel is ook direct de overname van het bedrijf.